Zo, Jan Dijk. Zeg maar Jan. Meneer Jan Dijk. We praten met de hele Amsterdammers. Ja, hè? Ik weet het. Dankjewel. Hey, dankjewel voor je komst. We zitten hier voor een kort gesprek. Ja. Naar aanleiding van jouw betrokkenheid bij het Amsterdamse Buurt Filmfestival. Ja. Afkorting is een... hoe is het een afkorting van het Amsterdamse Buurt Filmfestival? Ja, ABFF. Wie kent het niet? Er zijn mensen die zeggen ABFFF of zo anders. ABFF. ABFF. Wie dat nog niet kent, dat snap ik niet goed. Ja. Okay. Gelukkig, het mondkapje hoeft niet meer op, maar ik had altijd een mondkapje op met ABFF. Ja. Hey, zeg maar kort, hoe ben je ooit in contact, in aanraking gekomen met dit project Amsterdamse Buurtfilmfestival ABFF? Nou ja, ik woon daar niet ver vandaan, van degene die het organiseert, dat ben je zelf. En het is ik wel gekomen op ik... je bent zelf degene die daarmee gestart is. En ja, ik ben met pensioen gegaan. Dan ga je dingen zoeken. En dan word je taalcoach. Je meldt je voor aan zonder al te veel opleiding. Ja. Is ook niet erg goed gegaan. Maar met jou is het aardig gelopen. En we hebben al die tijd contact gehouden. Ja. En van het een kwam het ander. Ik ben een vrij trouwe bezoeker van jouw bijzondere avonden geweest. En van jouw festival de laatste tijd. Dus ik mag wel jij zeggen, hè? Ja, dat mag. U gebruiken. Maar zeg er niet dag Jan Dijk, dan moet je ook zeggen dag Jan. Raad dag, Jan. Dag Jan. Dag Jan, ja. Ja. Jij was huisarts geweest, toen ging je met pensioen. Ik ben huisarts geweest, ja. Toen ging jij ook mensen, op jouw vrije tijd, in jouw vrijheid, mensen een beetje begeleiden. Het is natuurlijk heel ding dat je, ik raakte... vrij plotseling met pensioen door een medische omstandigheid, dus ik heb niet kunnen afbouwen. Nou. Dat is heel ongunstig, want dan kun je ook niet goed voorbereiden. Maar ja, toch moet je van alles doen. Ik heb ook vrijwilligerswerk gedaan, waardoor je toch ook weer geballotteerd. Dat ging niet eens altijd goed. Ik ben een paar keer gewoon afgewezen voor vrijwilliger. Ik snap nog niet waarom. Ja. Maar goed, uiteindelijk kom je toch met allerlei dingen in de slag. En ja, ik heb er nogal een brede interesse en die heeft mij een beetje wel gered. Ja. Daar ben ik op terreinen actie, op de vereniging Ons Amsterdam en ja. Nu voor het festival ben ik een beetje contactpersoon. En ik heb jou leren kennen als taalcoach. Ja. En ben ik geslaagd? Nou, heel soms is er iets, dan denk ik, ja, dat is net even een gek. Dan zeg ik, ja, dat moet je toch niet, dat klinkt zo raar, dat moet je gewoon niet doen. Ik had vandaag nog iets, maar dat zal ik niet herhalen, want ik denk, je dat moet je net zeggen, niet toch? Doen. Ja, dat moet je net niet doen. Vandaag heb ik ook... tekst geschreven, Den Haag als één. Ja, dat moet je dit niet doen, dat klinkt heel raar. Dan weet je gelijk, dat is geen Nederlander. Ja. Door zoiets kleins, weet je gelijk, die komt van buitenland. Zo'n fout maakt een Nederlander gewoon niet. Prima hoor, je bent een goede taalcoach. Blijf mijn best doen. Ik doe het ook niet echt als Nederlander te zijn, maar ik doe mijn best. Dankzij jou heb ik jou. Jij bent een van de 180 Amsterdammers, dus dan ben je wel heel erg Nederlands. Dus, ja, mooi. Dus heel erg concept van het Amsterdamse Buurtfilmfestival ABFF. Wat denk je aan? Wat zou de essentie, het belang van het Amsterdamse Buurtfilmfestival hier in Amsterdam? De essentie van het Amsterdamse Buurtfilmfestival dat is dat je op een andere manier naar je eigen buurt gaat kijken. Ja. Je komt kijken dat je een ander aspect ziet van de stad die je hele leven al kent. En dat je nieuwe ideeën krijgt. Bijvoorbeeld als er een film over Hartjesdag in de Zeedijk. Ja. Ja mensen, dat bestaat. Maar als je dat ziet, dan denk je, hey, bestaat dat nog? Het bestaat en daar wordt een mooi beeld van gegeven. Nou. En Elias Contrabas, ja, dat is echt een straatmuzikant die iedereen kent en die opeens gefilmd wordt. 20 jaar, 30 jaar, ik ken hem nu. Ik zie hem, ik kom in Oosterpark wel eens tegen de laatste tijd. Ja. Keertje een babbeltje met hem gemaakt. Elias Contrabas woont ook hier in Amsterdam. Ja, zeker. Ja, mooi. Okay. Ja, hij doet het nog steeds. En wat je erover aan vindt, hij doet het. Ja. Hij is er toch maar goed dat mensen dan zo zich op één punt richten. Is het dus het ABFF, is een soort spiegel van Amsterdam, om te kijken hoe Amsterdam leeft? Het zijn gewoon mensen die gericht met een bepaald aspect van de stad bezig zijn. Ja. Dat wanneer ik mensen op één ding echt stort en daar alle aandacht aan besteden,
Zulke hebben waardering voor en mijn aandacht verglijdt over zoveel dingen tegelijk dat ik soms er overspannen van ben. Ja. En nu ook een beetje, en te veel soms wat je allemaal doet en hoort. En dan denk je, ja, ik moet even bijkomen. Ja. Maar die mensen allemaal zijn werkelijk aan één ding. En daar zijn ze voor gemotiveerd. En ja, als je goed zoekt, is er genoeg om te bekijken. Maar ook, die verwacht twee jonge meisjes die van school afkomen. Nou, dat is een prachtige film geworden, hoe ze erover denken. Welke was dat? Van die donkere meid van Amsdorf. Oh, ja, de eerste. De eerste. Mooie film ook. Dat. Mooie film, die ja. Je niet ik heb een paar keer gezien, want ik ken haar toevallig ook. En, ja, ik ben eerlijk ontroerd om dat te zien. Zo leven ze echt, het is gewoon zoals de meisjes zijn. Een meisje topte het overigens erg dat ze van kleur de enige vaak is. En zeer trouw. Last van dat voor mensen, hoe mensen reageren, dat blijft een dingetje. Ja. Welke andere film die een beetje bij jou blijft hangen? Die blijft hangen. Een industriefilm De Noord. Vond ik mooi opgenomen naar al die industrieplekken waar iemand doorheen fietst. Ah. Dat was een mooie manier. En wat ik nu in de hoofd opkomt hoor, dat denk ik. Vanuit het festival 2020 denk ik. Het laatste festival, ja, denk ik. Ja, ja. Dat was een geslaagde film. Maar goed, en dat hoor je, zie je dingen van Noord die je dus niet weet. En waar je ook langs kunt gaan fietsen waar je dingen hoort. Dat vond ik mooi. Mooi. We hebben nu tot nu toe zo'n 5 edities gemaakt van het Amsterdamse buurtfestival. Je hebt denk ik 3 meegemaakt. Ja, de eerste waren klein. Ik heb er nu 4 denk ik wel hoor. 4 meegemaakt. Moet ik even denken. Ja, ik denk 2 in de Plantage Middelaan en 2 aan de Oba. Oké, dus dat is bijna aardig. Ja, nee zeker. We kennen elkaar ook al heel wat jaren. Ja. En is het ook nu ook bij het bestuur van het... Ik ben bestuurlid van de stichting die dit allemaal behartigt. Ja. Geen zware taak, mensen. U moet vooral allemaal een bestuursfunctie willen zeggen. Nooit nee tegen zoiets. Nee. Nou, mensen, het hoort erbij. We kunnen niet zonder bestuur in deze maatschappij. Klopt. Maar dan... je mag van mij heel kritisch zijn. Hè? Dus dit is ook een verwachting van mij. Dat mensen mogen ook... kritisch kijken, maar kritisch bedoeld voor om hem beter te maken. Zeg maar constructief kritisch. Als je denkt aan het Amsterdamse buurtfestival, waar denk je aan? Dat moet nog verbeterd worden, zeg maar. Moet eens even denken. Dat vind ik een moeilijk, behalve dan het punt dat er soms films, denk je nou, is het een film voor het festival? Die hoort een bioscoop thuis met. De film moet er niet al te highbrow uitzien, dat hoort eigenlijk. Het moet een beetje dicht bij de mensen staan. Ja. Dat vind ik wel, dat heb ik wel eens bij bepaalde ontbrak. Weet je over de professionele films? Te professioneel gemaakt waren, denk je, ja, dat hoort niet helemaal in dit kader thuis. Maar het gaat om, uiteindelijk gaat het ook om Amsterdam. Ja. Of dat het professioneel is, of dat het een film van het liefhebbende is, gaat het over Amsterdam. Dat is waar. Dan moet er ook echt op gaan over. En soms is bijvoorbeeld Amsterdam te ver weg geraakt. Ja. Er moet wel herkenbare straat, herkenbare buurt een beetje zijn. Er moet een plek die je direct herkent als Amsterdams. Ja. Je moet wel direct weten, dit is Amsterdam. Je film waarbij je met moeite kunt zien dat Amsterdam niet, dat ook niet hoort, dat hoort niet. Het moet wel duidelijk zijn dat het direct dat dit is Amsterdam. Door een opnieuw een of andere iets, dat moet je wel naar voren halen. Dat je direct ook een buitenstaander gelijk beseft... Oh, dit is Amsterdam. Ja. We hebben dus wel 5 edities gemaakt. Ik hoop dat je ook mee eens bent, hè, dat wij nog niet door de hele Amsterdam bekend als Amsterdamse. Te weinig mensen. Weinig mensen die een kapje heen, ABFF, komen gelijk op. Dat maak ik toch niet vaak mee. Mooi mondkapje. Maar mijn buurman kende mijn groenteman, die wist er wel van. Meen je dat? Ja, goed, ja, die had ervan gehoord, zei. Die wist ervan. Ja, mooi. Ze heeft 2-3 zoons in de winkel die allemaal wild van film zouden zijn. Een van had dat echt wel van gehoord. Dus, ja. Ah, mooi. Maar ze staan nog steeds ook met z'n 3 in de groentehandel. Dus het is een soort twee benen leven. Echt een familiebedrijf. Als ik zeg Amsterdamse buurtfilmfestival wordt een van Amsterdamse culturele evenement. Ben ik te ambitieus of is het een missie? Die missie heb je natuurlijk wel. Ja. Ik denk daarvoor moet er misschien nog een... Maar dan moet je toch als bestuur denk ik wat vaker bij elkaar gekomen dat we die lijnen een beetje te gaan zetten hoe je dat bereikt. Ja. Er zijn een paar mensen die dat kunnen behappen. Ja. Moet toch meer hoe je dat bereikt. Want,
Het moet ook allemaal op tijd beginnen eigenlijk allemaal. Je moet er niet te laat mee beginnen. Ja. Je moet ook niet overgevoerd worden. Dus, Maar dan, hoe zie je verder zeg maar, de betrokkenheid van de Amsterdammers bij het ABFR? Hebben wij wel ons doel bereikt? Hebben wij genoeg mensen op het podium? Hebben wij genoeg mensen bij het workshops bijvoorbeeld? Die workshops die werkten heel goed. Ja. Daar was veel aanvraag voor, zelfs een paar bekenden van mij die meededen, ja, tot mijn verrassing. Ja. Dus ja, dat lukt wel. Er komen films binnen. Ja, soms denk ik, is het niet allemaal te kort op elkaar allemaal en ben je niet te snel mee bezig. Hoe het met de kwaliteit, of dat niet de planning te snel op elkaar is. Ja. Dan denk ik, moet je niet dat één keer in de twee jaar gaan doen, omdat het elk jaar gewoon te veel is. Het festival zelf? Ja. Oh, wij dachten gewoon één keer per jaar te doen, maar dan juist ook weekendfestival van te maken. Dat is de planning eigenlijk. Vanaf wanneer? Ja, dat weten wij niet. We moeten wel juist eerst Amsterdammers zoveel mogelijk bereiken. Dan hebben wij wel de wil om ooit dit festival een weekendfestival van te maken. Er zijn natuurlijk speciale media waar je filmers kunt bereiken. Ja. Denk niet via de krant, niet via de televisie, gewoon via je eigen media. Ja. Dat lezen. En dat levert ook altijd mensen op, dus. Tuurlijk, tuurlijk. We gaan daar ook een beetje aan denken. We gaan sowieso lokale media's, we gaan sowieso onze eigen sociale media, Salto, met de opa zelf. Nou, ambitie is dat wij, juist dit jaar gaan wij nog een keer, 11 december is dat, hè? 11 december een dag organiseren voor een zaterdag. Ja. Maar als dat ons lukt, willen wij vanaf volgend jaar of een jaar daarna, willen wij echt een weekendfestival. Maar heb je daar voldoende aanvragen voor films voor? Moet er ook wel gevuld zijn? We hebben zat genoeg films, om de mensen die films willen indienen. Het gaat om uiteindelijk, wij zijn nog een beetje vrijwillige organisaties. Ja. Dus dat is de grote uitdaging die wij hebben. We hebben nog één iemand die structureel betaald op het werk gezet. Dat niet, ik ook zelf niet. Ook niemand verder anders. Dat is best de uitdaging die wij op dit moment hebben. Als organisatie zijn wij nog steeds vrijwillige organisatie. Dat is waar. En zo'n enorm grote doel en ambitie kun je niet met alles met vrijwillige kracht voldoen, denk ik, toch? Ja, je moet natuurlijk mensen vinden die bereid zijn hier een deel van te financieren. Ja. Subsidiënten. Ja, ja, sponsoren, financieren. Nee, je moet natuurlijk een stevige basis hebben van mensen op wie je kunt rekenen. Ja. Maar dan moet je er ook al salaris kunnen bieden en dat is jou nog onmogelijk. Dat bedoel ik. Hè? Salaris, als je niet de mensen salaris kunnen aanbieden, vrijwilligerwerk bedoelt gewoon, vrijwilligerwerk is een vrijwilligerwerk. Dat doe jij zolang dat je het kan. Ja, en daarvoor moet je dus, ja, je kunt geen geld genereren of... Nee. Ja. Zo groot zal het festival niet gauw worden dat je daarvan mensen kunt gaan betalen. Ja. Hey, even terug op de goede dingen. Heb je enig goed gevoel bij het ABFF? Bijvoorbeeld ontmoeting met mensen? Heb je mensen leren kennen? Ja, ik kom niet zonder reden daar steeds weer naartoe. Ik heb er heel goede herinneringen aan. Ja. Dat kan ik ja. niet anders zeggen dat ik een goede herinnering aan het ABFF heb. En dat me ook betreurt dat er niet meer iedereen die er is, is altijd heel tevreden. Maar ja, erop zie je het toch weer niet. Niemand hoort te geven, ik ga dit jaar weer. Dat moeten altijd weer andere mensen die je vaak ziet. Er is wel verloop. Die paar mensen die er regelmatig komen. Maar er is wel veel verloop steeds. En dan moeten ze dus mensen komen niet regelmatig elke jaar. Ze zijn enthousiast en dan zie je ze toch weer niet. Ja, ja. Mensen hebben namelijk druk met het bekijken van Netflix-series allemaal. Dat kost zoveel tijd tegenwoordig. Ook in de winter, hè? Oh, dat gaat gewoon door al het bekijken van al die series. Ja. En dan is weer een voetbalkamp, moet je weer alle wedstrijden weer bekijken. Zo mensen hebben altijd heel wat te doen. Ja. Mooi, man. Mooi. Het is ook niet een tijd voor die festival. Mensen hebben, ja, ook na die hele coronatijd, ik verwacht dat de mensen nog veel meer thuis gaan blijven en van alles thuis gaan doen op internet. Dat mensen nu echt nog meer naar hun heen thuis gaan en steeds moeilijker bewegen zullen zijn om naar zo'n festival te gaan. Maar kennelijk is het niet zo, ik kom volgend jaar meer, dan ben ik een van de weinigen die er nog iedere keer naartoe komt. Jij bent daar wel. Ik ben er mee, ja. Kan ik alles garanderen, kan er alles gebeuren in het leven. Ja, ja. Hey Jan, en jij kent Amsterdam ins en out? Nou ja, anderen kennen dat beter. Iedereen is op zijn manier een buitenstaander.
Vertel mij, Amsterdam telt 7 stadsdelen. Als ik jou nu vraag, mag het alsjeblieft niet langer dan 1 zien. Per stadsdeel 1 plek noemen. Ik noem de stadsdeel en je vertelt dat plek en dan vertel je mij ook gelijk waarom. Ja? Ja. Amsterdam Noord. Ik ken Amsterdam Noord bijna niet. Dan kun je natuurlijk naar, nou ga bijvoorbeeld, nee. Dat is Asterdorp zou ik noemen, maar dat bestaat niet meer. Dat is te moeilijk. Voor Noord weet ik zo gauw. Okay. Ja, en Overhoek vind ik, daar kom ik vaak. Dat is Noord tegenwoordig. Ja. Het Noord dat eigenlijk centrum is geworden. Ja. Okay. Dat is daar, dat is Noord. Daar kom ik ook. Ik ga naar de volgende stad stellen. Amsterdam Zuid. Zuid. Zou ik de Harmoniehof noemen. Dat is een bijzonder wijkje waar mensen ook met elkaar die tuin organiseren. Het maakt een lichte luxe indruk. Mooie sculpturen zijn daar. Het is een wijk met een bijzondere geschiedenis. Ja, ik ken mensen die daar wonen, maar het is een bijzondere plek. Harmoniehof, prachtig. Ik neem jou nu naar Amsterdam Nieuw-West. Nieuw-West. Nou, de Sloterplas is zoiets wat Nieuw-West helemaal verbindt. Als een bindend element erin, dat de Nieuwe Sloterplas is typisch iets van Noord. Te kijken al die staddelen op oud en zonder Nieuw-West, zonder de Sloterplas, is Nieuw-West gewoon niet denkbaar. Oké, we gaan nu naar Oost, waar wij nu zitten. Nou, ik heb net genoemd Amsterdorp, een onbekende parel van deze wijk, zeker wat voor de oorlog al gebouwd is. Dat zijn straatjes die hun eigen sfeer hebben, hun eigen schoonheid. Laat ik dat nou gewoon als voorbeeld noemen, volstrekt willekeurig. Mooi. En het Amsterdam Centrum? Amsterdam Centrum, nou, misschien wel de Spinhuissteeg, zo'n mooi centrum, die hoek daar. Waar is dat? Ja, Spinhuissteeg is ergens bij de oude stadhuis in de buurt. Ah. Daar in de buurt, dat is echt een steeg in de buurt waar ooit kloosters en het Spinhuis was. Ja, dat is zo'n buurtje wat typisch als oud Amsterdam is. Nou, dat vind ik een stukje Amsterdam wat ik bijzonder vind. Daar kom ik dus op. Ja, je vraagt mij direct te noemen, dan doe ik wat me opkomt. Het spijt me. Oké, laten we naar Amsterdam-West gaan. West? Ja, mijn oom en tante woonden aan de Nassaukade. Daar loop ik graag over de Nassaukade en naar de Frederik Hendrik plantsoen en zo. Ja, dat is een beetje een luxueus deel van Oud-West. Ja, mooi. En Zuidoost? Zuidoost, ja, daar zijn natuurlijk veel plekken die ik ken. Dan zou je bijvoorbeeld naar, vanuit Ganshoeven naar de rampplek van de vliegramp. Ja, dat is, wil ik iedereen graag een wandeling laten maken om dat allemaal te tonen. Daar is veel. Jouw hazardpraktijk, die was daar. In de buurt, ja? En daar is ook heel veel kunst daar. Ik heb zelfs excursie meegemaakt, ons Amsterdam en pas versteld. Pas voor kunst er is die ik niet eens ken. Die naam is Saddam en Denkt. Het is natuurlijk een wijk die, waar de utopische gedachten een beetje mislukt zijn door allerlei oorzaken. Dat flits niet. Dat heeft ook te maken met bezuinigingen in de bouw destijds. En er zijn allerlei factoren dat dat niet gelukt is. Oké. Nou, dankjewel Jan. Dit is misschien wel een lastige vraag voor mij. Doe je wens? Doe je zegging voor het Amsterdamse Buurtfilmfestival? Nou ja, dat er voldoende aanspraak is, dat er een kader is, doordat mensen geneigd zijn om hun best om leuke films te maken. En dat je dat aan het publiek kunt presenteren en dat mensen ook ontdekken, je moet daar gewoon even gaan kijken. Dat er via de mond op, via de moffelcourant hier, om dat Surinaamse woord te gebruiken, dat men hier naartoe gaat. Ja. Dat zeg ik dan, alsjeblieft. Dankjewel, ja. Mooi.